Hey, hallo, Corinne hier. Ik zit hier met een nieuwe lijn van Studio Light voor mijn neus. En daar zit een tekst bij, with heartfelt condolences. Dus met oprechte deelneming. En ik zag die bomen, in eerste instantie wilde ik een kaart gaan maken, gewoon voor een man of zo. Maar toen dacht ik, nee, ik ga er echt een rouwkaart van maken. Er zitten onwijs leuke dingen bij deze lijn. Die komen jullie echt in allerlei filmpjes nog tegen. Maar ik ga nu alleen gebruik maken van een peperpetje met hele mooie papiertjes. Echt, echt tof. Pompoentjes, plaatjes, stekelvarkentjes. Nou, echt geweldig. Dus die ga ik gebruiken. En deze. Dat is met de peperelementjes. Wonderful Autumn heet deze lijn. Hij is echt super. We hebben echt al een tijdje lopen zeuren van, joh, we hebben allerlei lijnen en zomerlijn, winterlijn, noem maar op. Wij willen wel graag een keer een herfstlijn. En één geluk, dat wilden de dames op kantoor ook heel graag, die dus de boel ontwerpen. Dus ik niet al te bleu, de stoute schoenen ook aangetrokken op de beurs en gewoon met Sander overlegt van, joh, goh Sander, nou hebben we eigenlijk van alles. We hebben winter, we hebben zomer, we hebben voorjaar met bloemen. We hebben mannenlijnen, we hebben echt voor de dames. Ik zeg maar echt een herfstlijn. Ik zeg, dat zijn de mooiste kleuren van het jaar. Ik zeg, nou, die mis ik echt. Dus kijk, hier zit dan een heel leuk takje, een bomentak. Bij die boom, daar zit eigenlijk gewoon weer een hele bos met bladeren en losse blaadjes. Ik ga nou bij dit kaartje, ik weet nog niet eens of ik hem ga gebruiken. Maar ik had zoiets van, oké, ik stans hem even uit. Misschien gebruik ik hem. En misschien ook wel niet. Dat gaan we gewoon zo zien. Ik vind condolencekaarten, die zijn eigenlijk, als je die hier bij ons in de buurt gebruikt, nooit zo heel erg uitgebreid. Dus ik ga hem ook vrij rustig houden. Dan ga ik even plek maken, want ik was zo enthousiast dat ik dacht, oh, maar dat kan ik filmen. Dus ik moet even spulletjes aan de kant doen. Ik had al dit kartonnetje erbij gepakt. Die ga ik even aan de kant leggen, die stansen. Want die komen jullie ook later in een andere filmpje weer wel tegen. Want dit is echt een hele toffe lijn. Ik heb nodig, ik heb die. Want ik wilde hem niet op wit. Ik denk, wit is zo wit bij dit. Dat vind ik gewoon niet mooi. En ik heb dit papiertje erbij uitgezocht. Dat vond ik wel erg mooi passen. Zo. Joh, ik was gewoon nog met een andere kaart net klaar. En ineens kwam dat idee. Ik denk, ja, dat ga ik doen. En het is hier gewoon nog één puinhoop. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet gewend. Maar goed, we gaan aan de slag. Ik heb de basis 13,5 bij 13,5. Daar komt op met zwart. 13,1. Even kijken, 13,1 bij 13,1. Dan krijgen we, ja, ik weet het, ik zit iets te hoog, sorry dames en heren. Dan krijgen we een designvelletje, die wordt 12,7. Even kijken, ik heb net een nieuw mesje erin gedaan, dus hij snijdt weer toppie-joppie, 12,7. Anders krijgen we soms van die rafelrandjes, hè, en ik vind echt bij zo'n soort kaart, dan moet het wel strak zijn. Dat is wel verdrietig genoeg, toch? Als iemand ze moet missen. 12,7 bij 12,7. Nou, dit moet passen. Dat gaan we even lijmen. Het is heel raar weer. We zitten nu ergens begin juli. Dus ik ben benieuwd wanneer dit eigenlijk online komt. Dan weten jullie ook ongeveer. Ik heb die lijn trouwens al heel lang liggen. Want ik mocht voorbeelden maken voor de folder. Vind ik ook altijd heel leuk. En, maar dat mogen we allemaal hoor. Dat is niet alleen dat ik dat mag. Dat mogen we echt allemaal. En dat is ook gewoon leuk. Want iedereen heeft zijn eigen dingetje. Dus de een kan goed kleuren. De ander kan goed dit. En, of je bent er misschien gewoon middelmatig in. Maar dat maakt ook niet uit. We maken allemaal onze dingetjes. En we zijn allemaal verschillend. Dat is ook zo leuk. Nou, kijk. Want die gaat daarop. En die houdt dus, zoals ik al zei, vrij strak. Maar er zitten randjes weer aan. Hè? En die randjes die gaan er even af.
Dus ik ben benieuwd hoe lang dat eigenlijk duurt voordat dit filmpje online mag. En ik maak ook altijd filmpjes vooruit voor het geval dat. Want ja, goed, ik heb binnenkort vakantie. En het zou toch ook wel heel fijn zijn dat ik niet echt onder andere dag een filmpje moet maken om bij te blijven. Want dat verwachten ze van Studio... niet van Studio Light. Die verwachten helemaal niks. Die verwachten alleen maar dat je gewoon je best doet en netjes je voorbeeldjes maakt. En dat is niet meer dan normaal, vind ik. Maar van YouTube wil ik zeggen. Liever, oh, ik zit weer te laag. Ik zit te laag of te hoog. Ik moet ook oppassen, want ik zag de laatste keer dat ik mijn filmpje online zette. Toen zat heel mijn pruik in de weg. Vond ik nou echt niet zo geslaagd. Maar goed, dat komt omdat die camera, die wordt dan weer zo gezet en dan weer zo. Ik moet hem eigenlijk gewoon op een stand zetten, zodat hij goed staat. En zo moet ik hem eigenlijk laten staan. Nou, dan komen we... Ik heb zelf al meerdere merken weer voorbij zien komen, hoor, die lineaaltjes. Dus mochten jullie zoeken, even bij de webwinkels, Perfect Layers invoeren. Kom je vast van alles tegen. Nou, dit wordt dus echt een... Ik denk ook een vrij kort filmpje, maar dat is op zich ook niet zo erg, want... Ik vermoed als jullie hem zien, dat het gewoon... Dan hoop ik dat het bloedje heet is. En dat je toch gewoon lekker even op je luie kont op je loungebank zit. En gewoon even gezellig met mij aan. En hoppakee. Dan zit je lekker filmpje te kijken. Kijk, want ik dacht dit gewoon simpel zo. Ik geloof niet dat ik... Ik ga hem gewoon opplakken. Lekker gek doen. Hoog of laag? Ietsje verhoogd? Nee. Laag, want ik wil er wel iets van een mos bij verwerken. Ik vind herfstkaarten en vooral kaarten waar ik hertjes en beestjes in gebruik, die gaan bij mij eigenlijk altijd op mos. Dat zit erop verwerkt, want dat vind ik ja, op de een of andere manier er gewoon bij horen. Ik moet hem even rechtop zetten. Ik even kan zien of ik een beetje recht zit. Zo. Dat is toch een prachtig bostafereel. Vind je niet? Vind ik van wel. Nou, en die heartfelt condolences, die gaan er natuurlijk sowieso gelijk al uit. Nou, dit zijn plaatjes. Hoppakee, je haalt ze er zo uit. Ideaal. Moet alleen even de puntjes eraf knippen, want ja, ze kunnen ze niet in het luchtlederen hangen natuurlijk, hè. Dus er zit af en toe een klein puntje aan waar die aan vastgezeten heeft. Nou, ik vind dat dat er of af moet... Of je maakt de boel gewoon een beetje ruig en... Nee, die komt zo. En dan mat ik hem op zwart en dan ga ik hem ook zo gebochtig... Hoe zeg ik dat? Dat zeg ik leuk. Zo'n beetje kronkelig uitknippen. En dan wel één rechterkant, want ik wil hem wel gewoon laten overlappen. Over de zijkant. Nou, op die manier is een beetje verkouden, denk ik. Oh, ietsje zakken. En misschien zitten jullie wel gezellig op je vakantieoord. Wij gaan dit jaar niet. En ik weet dat er gewoon heel veel mensen niet gaan. En tuurlijk, het doet pijn. Maar er zijn ergere dingen. Ik heb het er met mijn collega's ook regelmatig over. En die hebben dus bijvoorbeeld gehad dat ze tijden niet naar moeders kunnen. Nou, dat is toch gewoon verschrikkelijk. Dat wil je niet. Dus ik offer graag mijn vakantie op en ik... Had eigenlijk best wel de hoop dat iedereen dat zou doen. Of blijf in Nederland. Maar zoek niet het buitenland op. Want het is gewoon nog steeds linkersoep. Die halen we even weg. Die mag ietsje naar boven. Nou, dan gaan we hem even. Nou, dat is natuurlijk niet zo fantastisch leuk om te zien hoe ik knip. Want ik beef als rietje. En... Ja, degene die pas kijken, die denken, oh wat een bibbelkont, is niet om aan te zien. Maar, dat is een familiekwaal. Zelfs mijn kind van 24, of van 23, oh ik gooi hem al 24, dat is die gelukkig nog niet. Gaat wel hard zat. Maar ook die beeft. Zeg jij, jongen, dat is een slechte eigenschap die je van je moeder hebt gehoord. Oma beefde, vader beeft, dochter beeft en zoon beeft. Ja, en zo krijg je dat, hè. Kijk, nou is die een beetje hobbeldebobbel. En die komt dan hier, want dat
denk ik zo. Daarom kon ik hem niet, want ik wil ook nog, om het toch wel een beetje strak te houden. Even kijken hoor, gaan we die. Oh, de kindjes zijn vrij, hoor ik wel. Even kijken hoor, ik ga hem er gewoon bovenover doen. Ja, dus we doen even een stukje tape. Moet ik even zoeken, want ik heb ergens nog zo'n oud rolletje van de Action liggen. Oh, dat mag misschien niet zijn. Ja, wel, het is mijn eigen filmpje. Yo, ik haal het waar ik sta. En er zijn, ik heb van die goeie, moet ik zeggen. Die is beter hoor. Maar zomaar voor het lintje wat je hier toch aan de achterkant zomaar vastplakt. Dan gaan we even kijken of we wel een beetje stichtelijk recht plakken. Zouden we denken van wel, hè, zo. En dan kan ik dat eraf halen. Dan kan ik daar misschien nog een heel klein strikje van maken. Want dat lintje waar ik het vandaan heb gehaald, ik weet het niet. Het lag ineens in mijn bakkie. Dus soms zijn dingen ineens, die liggen er ineens. En misschien ligt het er al heel lang, maar dan komt het in één keer naar boven hobbelen. Dus, nou. Ik doe dus liever even een tapeje zo. Want dan plak ik mijn lintje voor de zekerheid vast. En dan gaan we de rest verder mijn lijn doen. Hoppakee. Dus ik, ja, ik ben benieuwd hoe wanneer dit online mag. Ik weet wel dat ik, wanneer is het? Ergens eind juli. Nee, volgende week niet. Die week erop. Dan mag ik live. En dan ga ik al deze dingen laten zien. Al die leuke dingen. En een kaart maken. Dus die moet ik nog even verzinnen. Even kijken hoor, want ik had die boom ook. En ik denk toch dat ik die... Ja, vind ik toch wel mooi hoor. Ik vind dat er wel echt bij passen. Het is echt zo'n kale boom, zo troosteloos, weet je wel. Triest, zitten ze op zo'n bankje. Ik zie het helemaal voor me. Maar op dat bankje zitten kan ook juist zo heel gezellig zijn en zo heel fijn. Want kijk nou, als je... Kijk, ik maak er nou een rouwkaart van me. Kijk nou toch. Hoe mooi de kleuren. Mooi oranje-geel. Het zonnetje wat er doorheen breekt. Nou, daar wil je toch best wel even op dat bankje zitten, denk ik. Even zitten en even wandelen. Dat lijkt me geweldig. Misschien gaan we het van het najaar wel eens lekker doen. We hebben inmiddels ook maar één hond meer. Dus dat is ook weer wat makkelijker om die dan mee te nemen. Anders moesten we er altijd twee meenemen. Dat is allemaal veel lastiger. Het gaat wel hoor, maar je auto zit zo gauw vol, weet je. En de ene hond die gaat gewoon graag mee in de auto. De andere ging niet zo graag mee in de auto. Dus ja, dan doe je dat ook niet zo snel. Even kijken hoor, want ik wil niet te grote strik. Vind ik helemaal niet nodig. En misschien gebruik ik hem verder wel niet hoor. Maar dan ligt hij maar klaar op de pak. Ik kan het slecht zien. Ik heb op een of andere manier heb ik tegenlicht. Ik weet niet of jullie hier last van hebben. Ik vrees het eigenlijk van wel. Ik ga even dit hier wegleggen. Ik zal eens even kijken of dat in beeld is. Want dat is heel storend dat felle licht. Oh nee, dat hebben jullie niet. Daar hebben jullie geen last van. Maar die kijk ik wel net in. Dus ik ga hem ietsje draaien. Dan heb ik hem iets minder in mijn ogen. Dat is iets minder erg. Want ik zit met die bril op. Nog steeds geen goede hoor. Nog steeds maar gewoon een neppert. Kijk zo. Zo. Dan vind ik het wel leuk om daar wat los. Ik ga dit gewoon doen. Ik ga hem vastplakken. Had ik dat al gedaan? Ben ik nou zo vlug dat ik dat gewoon al gedaan heb? Wel ja joh. Soms weet ik het gewoon niet wat ik allemaal doe. Maar goed, dus wij zijn ontzettend blij in het team dat wij een herfstlijn hebben. Joepie, mooie kleurtjes. En dan moet je zeggen, ja, waarom ga je er dan zwart bij gebruiken? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heel vaak zwart gebruik. Ik vind het gewoon als contrast ontzettend mooi. Dan popt de rest er gewoon weer uit. Want als je dit, dat plaatje nou gewoon op, hoe heet dat? Gewoon op
Even kijken, want hij mag wel. Ik wil niet dat hij erover steekt. Tenminste, niet te veel. Maar ik vind het wel leuk dat die boom zo staat. Zo. Weet je wat het leuke is? Want je kan van deze boom, als je daar dus gewoon, je kan er een voorjaarsboom van maken. En dan zet je hem mooi helemaal groen in de groene takken. Dus wat er bovenop ligt en dan een paar kleine geligjes, want er zitten kleine extraatjes bij. Maar je kan hem ook dus voor het najaar gebruiken. En zoals ik hem nu gebruik, dus je pakt hem als zwart, dan heb je een condoleanceboom. Maar je kan hem ook gewoon als donkerbruine boom voor in een wintertafereelkaart en dan sneeuw erop mikken. Ja, ik vind dit een topboompje, echt waar. Dit is zo handig, die moet je eigenlijk gewoon wel hebben, vind ik. Ja, er zijn zoveel dingen waar ik dat van zeg waarschijnlijk. Ik ga nog een heel klein beetje van dat... ik denk dat ik de Lantia pak, maar ik moet even kijken hoor, want ik, of mosachtig. Het moet niet al te stug zijn. Maar ik ben altijd wel van dit soort dingen, hè, wat er nog bij... dat vind ik gewoon mooi, vind ik gewoon leuk. En dit is een beetje gedroogd. Dus dat vind ik ook wel best bij de stijl passen waar de kaart voor bedoeld is. Dus hoppatee, daar moet je niet over nadenken. Dan moet je gewoon even lijm gooien. Even draaien en even plakken. Auw. En dan je handjes lekker verbranden. Ja, dat hoort er gewoon elke keer opnieuw weer bij. Ook dat is gewoon... dat is hobby. Hoort gewoon. Nou, en dan denk ik... Het strikje er zo bovenop. Maar die moet ik even zijn flapjes een beetje inkorten. Nou krijg ik het nog toch warm. Ze geven heel raar weer af. Morgen krijgen we zuidwesten storm of zo. Nou, daar zitten we ook niet echt op te wachten. Ik zit eigenlijk op mooi weer te wachten. We hebben gewoon een paar dagen bloedheet gehad hier. Een week of wat terug. Toen waren ze hier de overkapping aan het bouwen. Was de overkapping net klaar. Ik zei, nou, dat treffen we. Nou, dan kon je echt lekker heel de dag in de schaduw zitten. Dat was echt heerlijk. Nou, dat is een weekje geweest of zo. En toen zei de zon, zoek het lekker uit. Ik ga weg en ik kom voorlopig niet terug. Nee, dat is geen waar. De zon is wel geweest, maar het is wel gewoon een hoop kouder. En wij willen gewoon mooi weer. Weet je, ik heb het nou echt wel gewoon heet. Dus ik ga nou even mijn, mijn vest uitgooien. Ik zat ook net met een bondje aan. Maar dat is het hem, hè. Het is zo linkersoep. Want je denkt, oh, het is lekker weer. Of het is koud weer, dus ik doe een vestje aan. Maar dit was nogal een beetje een dik vestje. En dan moet ik even opletten. Want ik wil wel dat mijn lintje gewoon goed strak naar beneden gaat. Dus... Dat is lijm erop en dat is duwen. En dan dadelijk een beetje opbollen. Je ziet het al, ik kan dat gewoon niet laten. Hè? Dat moet dan gelijk. Kijk. Even kijken hoor, even schudden. Dat het meeste er weer af is. Het los ligt. Kan dit weg, want het ziet er ook niet uit hè, op beeld. Waar is mijn heartfelt condolences? Die is hier. Nou, daar moet een klein stukje verhoogde tape op. Want anders dan hangt hij een beetje te bengelen. Oh, een beetje scheef ik ook. Yep. Nou, en de rest doen we met lijm. Kijk, en dan kan ik hem even door laten lopen. Want dan laat ik hem meelopen met de andere zwarte. Met die eronder zit. Nou, dan zit ik eigenlijk even te verzinnen. Of ik hier, ik ga even kijken of ik hier iets kleins voor heb, wat erin zit, wat ik erbij vind passen. Want daar gaat het om. Hè. Ik bedoel, er zitten een heleboel leuke dingen in.
Maar het moet wel bij de stijl van de kaart. Het is gewoon een rouwkaart. Dus ik kan er niet iets vrolijks op gaan zitten doen. Dus ik blader even heel snel door mijn boekje heen. Maar ik denk dat het gewoon een steentje gaat worden. Soms zitten er wel eens van die hele kleine dingetjes in waar ik van denk, oh, dat kan er wel mooi op. Nou, paddenstoel wil ik ook niet doen. Nee, gaan we niet doen. Er zitten hele leuke pompoentjes in. Er zit zoveel leuks in. Ik ga hier nog wel meer voorbeelden live mee maken, hoor. Dat is voor jullie ook wel leuk. Nee, dus dit hoort hem niet. Ik vind gewoon, het is een rouwkaart, dus we houden hem gewoon een beetje zacht. Wat wel even tof is, is dit is de zwarte, hè? Ja. Dat kun je dus doen als je een kaart hebt waar je eigenlijk, dit is vrij simpel, ga ik hem een strak lijntje zetten. Ga ik er eigenlijk in, ja, nou zit ik weer te twijfelen. Want ik kan hier een lijntje rondom zetten. Maar, ik denk dat ik het niet doe. Ik denk dat ik het hou bij wat steentjes. Ik ga even kijken wat ik nog voor steentjes heb. En anders wordt het, hoe heet het? Dan moet ik even oppassen, want de vorige keer ging heel de boel bijna de lucht in. Hier heb ik zwarte. En bruine heb ik ook, maar ja, misschien kan dat wel. Moet ik even kijken, hoor. Daar heb ik wel verschillende maatjes in. Ik heb natuurlijk wel zwart, maar mijn papier is bruin. Dus ik ga eens even kijken wat ik daarvan... Ja, dat vind ik eigenlijk niet voor een rouwkaart niet staan. Raar, hè? Dat komt gewoon omdat wij hier gewoon zijn om... kaarten te maken voor, of tenminste, nee, ik moet anders zeggen. De mensen zijn hier gewend als je een kaart verstuurt, een rouwkaart. Ja, toch kan dit wel. Als je een rouwkaart verstuurt, dat het zwart-wit is of grijs-wit. En dit, deze kleurstelling, zijn we hier eigenlijk helemaal niet gewend. Maar ja, aan de andere kant, dan heb ik ook zoiets van, ja, nou ja, dan worden we het maar gewend. Dus ik ga eens even iets anders erbij pakken. Want ik heb ook nog koper. En misschien is dat dan wel leuk. Klein koper bloempje. En dat daar dan zo'n steentje op komt. Maar dan moet het steentje kleiner zijn. Dit is gewoon even, ja, dit is even keuzestress, hè. Ja, dat hebben we wel eens. Ik vind dit toch eigenlijk wel mooi. Jongens, dit kan toch gewoon wel. Ik weet zeker, jullie zeggen bij jezelf, joh, doe het er niet zo moeilijk, plak het erop. Maar ja, ik denk dat jullie gewoon ook hele andere dingen gewend zijn. Als ik daar nou iets van koper doe. Dan kan ik hier iets van kopen. Dit niet. Maar dat kan wel. En dat ga ik maar eens doen. Maar we gaan hem niet hier, denk ik, zetten. Hè? Hieronder. Even kijken, hoor. Want dan kan ik hem er zo van onder laten pieperen. Maar vind ik dat wat? Ja, dat vind ik wel wat. Nou, en dan heb ik, doe ik daar nog een paar kleine steentjes. En dan moet hij maar, hoor. Oh, wat erg, hè. Deze keer de koperen dingetjes gewoon met een beetje lijm vastzetten. Die Dutch Doobadoo lijm, die lijmt in principe alles gewoon goed vast. Alleen je moet het heel even vasthouden. Dus als het recht zit... Aanduwen. Ik zit alleen hier met mijn tak van mijn boom. Die moet er even overheen. Nou, dan duwen we hem aan.
En dan is wat er de meeste lijm die er doorheen gaat. Want ik plak ze ook heel vaak gewoon met mijn hete lijmpistool op hoor. Maar dan kom je lijm erdoor. Zeker door die kleine friemeldingetjes. En het ligt ook aan de kaart. Soms heb ik zoiets van, oh, dat krijg ik wel afgepulkt. Maar ik heb nu zoiets, dat doe ik niet. Oh, zie je? Want dan ben ik te vlug om hem los te laten. Dus ik moet hem even vasthouden. Nou, dit gaat wel vast hoor. Nou, dan moet ik even, waar is mijn tweezertje? Handig dingetje. Hoppakee, echt een koning. Echt een ding van mij. Ik ben blij dat ik hem heb. Nou, dan ga ik hier dus wel even hete lijm op doen. En dan kan die er gelijk op. En dan komen er hier nog een paar steentjes en daar nog een paar. En dan zijn we klaar. Dus dan moet ik even mijn pakketje, want ik moet even de maat hebben. Ik denk dat ik... Kom je? Oh, dan willen ze er weer niet uit, hè? Die is veel te groot. Jou moet ik niet. Ik denk deze en die. Dan heb ik twee maatjes. Ja. Nou zeg, doe niet zo vervelend, dan komt eruit. Normaal pak ik dat met mijn lepeltje. Oh, verroest, ik had er al twee. Even kijken. Allee, gaat omhoog. Die heb ik ze dan nog kleiner. Want dan is het misschien wel leuk om er drie op te rijden. Nee, die is net zo groot. Die is kleiner. Die ook. Dus we gaan even kijken of dat is. Even kijken hoor. Even aan de kant, even dicht. Kijk, aan die kant vind ik dat wel mooi. Een kleine flesje. En dan doe ik dat ook liever even op z'n kop. Kom aan. 1, 2. Nou kan ik niet meer terug. Dan zijn het er gewoon drie, of ik wil of niet. En dat rijmt. Is dat wat? Kom op, draaien. Juist. Nou is het gewoon een voor echt, voor werkelijk waar, voor hier doen, een hele drukke rouwkaart. En jullie zeggen misschien wel, ben je mal? Er is bijna niks op. Draai om, draai om. Oh, erger die dingetjes. Zo. Ja. Ja, ik hou het erbij. Ik vind hem druk zat zo. Ik moet hier al heel erg aan wennen. Maar ik vind het wel ontzettend mooi qua kleuren. En nou door die zwarte boom ervoor is het net of je gewoon de diepte in kijkt. Vind ik toch al met het plaatje. Dus ik wil jullie weer heel hartelijk bedanken voor het kijken. En tot het volgende filmpje. En dat zal waarschijnlijk weer wel met de herfstlijn zijn. Doei doei! Thank you.